Welkom luisteraars. Mijn naam is Annika. Ik ga vertellen over het boek Mijn vader zegt dat we levens redden van Do van Rans. Do van Rans is geboren in Dendermonde op 13 juli 1974, maar woont al meer dan 20 jaar in Hammen. Hij schrijft kinder- en jeugdboeken. In 1999 debuteerde hij met zijn boek Boomhut en Tijd, een verhaal over zelfmoord, rouw en verdriet. Hij heeft tien prijzen gewonnen, waaronder Mijn Hondenjongen, een liefdesboek bekroond door de kinder- en jeugdjury. En Mijn Vader zegt dat we levens redden. Dat boek won de prijs Knokke Heist, beste jeugdboek. Het is ook vertaald in het Duits en won daar de jeugdboekenprijs. Mijn Vader zegt dat we levens redden het is een nogal speciaal boek. Het hoofdpersonage, een 15-jarig meisje, woont in een zeer scherpe bocht die nergens naar leidt. Wel ja... Het leidt naar een halve brug, zoals ze het noemen. Vroeger wouden ze een brug van de ene kant van de oever naar de andere. Maar zo ver kwam het niet. Er was ruzie omdat de bewoners niet de helft van de brug wilden betalen. Haar moeder heeft haar altijd verboden om naar daar te gaan. Maar dat houdt haar niet tegen. Eens ze aankomt, ziet ze auto's en mensen. Ze fantaseert over hen en denkt dat ze vrienden mee is. Het meisje heeft een vriendin die in een dorpje iets verderop woont. Haar naam is Sue. Sue is lesbisch en heeft een salamander als huisdier. Ze neemt die overal mee, waar ze ook gaat. Wanneer ze vertelt over haar vrienden aan de brug, wordt Sue heel kwaad. Ze komt door haar te weten dat daar mannen samenkomen, die meisjes meenemen om als prostituee te werken. Nadat de zoveelste persoon haar huis binnenrijdt, wil ze weten waar hij naartoe gaat. Ze noemt hem... Benjamin, omdat ze namen met een B mooier vindt, want eigenlijk is zijn naam zek. Als Su vertelt dat ze verliefd is op haar, weet ze het niet goed niet meer. Valt ze nu op Su of vindt ze Benjamin leuk? Su zegt dat ze hem moet verleiden, gewoon om te zien wat er gebeurt. En of ze jongens wel leuk vindt, ze twijfelt hard. Maar uiteindelijk doet ze het toch. Het boek heeft een heel mooi en verrassend einde. Het gaat makkelijk om te lezen. Het is een goed boek voor iemand die niet graag leest, omdat het maar 103 pagina's stelt.